Hallo, ik ben Gaite Jansen en Leslie Adu-Dargua en ik zijn vandaag samen in het FOAM. En we gaan wat werken bekijken die Leslie heeft uitgezocht op gepaste afstand natuurlijk. Nou, we staan nu voor de kunstwerk van Matthew Brandt, Amerikaanse fotograaf. Dus dan mag je naar deze foto even kijken. Oké, ik zie een foto met hier, denk ik dat het een foto is, met een groot meer en bergen en bos en een soort weg. Ik krijg het gevoel dat het een soort van afgebrande foto of zoiets dergelijks is, waardoor het een soort van ingesloten wordt, de natuur. En het lijkt zo verbrand, inderdaad. Ja, vooral als je hier beneden kijkt, precies. Inderdaad, lijkt het inderdaad. Ja, vuurachtige vlekken die zitten nog op de boom of in de bomen. Ja. En hier is het wat meer rozig. Ja. Want denk je dat dit ook echt is? Of denk je dat het gefotoshopt is? Ik denk niet dat hij het geschilderd heeft. Ik krijg een beetje de indruk dat hij soort van, omdat dit een beetje branderig lijkt, haast alsof hij de negatieven van de foto heeft gebrand of iets dergelijks en dan de kleuren op een bepaalde manier heeft toegevoegd. Oké, ja. Nou, maar je hebt wel gelijk, het is wel zelf gecreëerd, niet met vuur, dat niet. Mm-hmm. Maar hij eigenlijk, kijk, als je goed kijkt naar deze foto, die gaf je net ook aan, zie je toch ergens wel water, meer of waterreservoir. De plekken die hij gefotografeerd heeft met een analoog camera, dus echt aan het zelf ontwikkelen. Mm-hmm. Heeft hij ook hetzelfde water, heeft hij dan ook gebruik om de foto's te ontwikkelen? Deze foto is door het water van dat meer. Precies. Daardoor is deze foto zo geworden. Ja, dus hetzelfde meer wat hij gefotografeerd heeft, neemt hij ook een beetje water neemt hij mee. En dat ontwikkelt hij eigenlijk met chemicaliën en dat water. En dan krijg je dus eigenlijk zo'n effect. En dat het zo vervuild is, is omdat het meer zo vervuild is. Bam, boeien. Nee, dat is hem. Ja. Dus deze, hier gaat het helemaal niet goed. Dus wat denk je dat hij probeert weer te geven dan met deze foto? De chemicaliën in het water zijn door de mensen. Dus doordat de mens het water vervuilt, wil hij waarschijnlijk laten zien wat wij met de natuur doen. Maar je ziet ook eigenlijk, want als het gewoon, als het water heel puur en zuiver is, dan zou je eigenlijk de foto gewoon goed kunnen zien. Maar omdat het water vervuild is inderdaad. Dus eigenlijk hoe wij met de natuur omgaan, is dit eigenlijk. Vind ik echt vet, want wij liepen hier eerder langs. Toen zei je, hier gaan we het zo over hebben. En dit is echt niet een werk waar ik meteen op af zou lopen en er heel lang gefascineerd voor zou staan. Ja. Als ik het verhaal niet had geweten. Ja. En nu meteen vind ik het werk ook 20 keer vetter of zo. Ja.